MVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Veerzien MVV, RTV Maastricht en Keno Media. Ja, ik sta hier met Paul en Reginald en dit is het voorprogramma van de finale. Dien Kola staat bovenaan. En weet jullie ook met hoeveel punten? Nee, ik zou het niet weten. Vijf? Nee. Ja, ik weet het zelf ook niet, maar hij staat in ieder geval bovenaan. En jullie gaan met de verkeerde been, gaan jullie penalty schieten op Michael natuurlijk. En hij is onze vaste keeper van deze serie. Hè. Als je nu eventjes moet schatten, hoeveel ga jij dat tegenhouden? Ik verwacht dat ik alles ga tegenhouden. Oké, ja. Dus... Ja? Denk je? Dat verwacht ik ook, ja. Dat is bij mij nog even moeilijk geweest, want ik heb twee verkeerde benen. En Paul, hoe gaat het met die, denk je? Ja, ik was vroeger tweebenig, maar dat is in de loop der jaren wel flink afgenomen. Ja. Ja, ik zou zeggen gewoon starten, niet? Klaar voor wie gaat eerst? Ja, Paul? Oké. Oké, Paul, de eerste penalty. Daar gaat hij, het verkeerde been. Paul Pender, succes. Oei, oei, oei. Want dit is niet intrappen of zo, dit gaat over punten, hè? Ja, ik heb vroeger aan het stadion gevoetbald, maar toen lag het veld andersom, dus daar heb ik nog wel last van. Ja. Dames en heren, ik hoor alleen maar smoesjes, ongelooflijk. Oké, Reginald, de eerste. Verkeerde been, hè? Niet vergeten. Verdomme, goede redding. En voor jou ook, wat gebeurde er? Ja, een kleine spierscheuring, maar dat mag je naam hebben. Okay. Lekker! Oh. Lekker, Michael! Mooi, 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 mooi. Ja, ja. Ja, het wordt niet meer voor de koppositie, maar ga je van Reginald winnen, Paul? Ja, ik had even aanloopproblemen, dus... En nu ben ik warm, dus nu gaat het goed komen, ja. De Panenka. Psychologisch spelletje wordt hier gevoerd. Ja hoor. Oh! Oh, Paul. Hey. Ja, ik zou eventjes Paul gaan feliciteren met de overwinning op jou. Paul, het is je gegund. Ja, dankjewel. Ja, in tegenzin. Wel, ja, ja. Vroeger was het hetzelfde. Maar jij was de voetballende speler vroeger. Ja, ja, ja. Blij met de overwinning, Paul? Ja, zeker. Het is altijd een eer om van Reginald te winnen. Dus het was geen makkelijke opgave, maar we zijn er blij mee. Goed, wij gaan nu de prijs aan Dien Kola afgeven, want hij is de winnaar van de competitie, hè? Man met het zware linker, zoals de Belgen zeggen, dus wel verdiend. Ja. Ja, het is mij een grote eer om de winnaar van Op het Verkeerde Been van dit seizoen te gaan feliciteren met deze heerlijke taart. Dien, kijk eens jongen, deze is voor jou. Je hebt ze alle vijf gemaakt, waarvan de laatste zelfs met het ronddraaien, dus twee extra punten. Ja, wat kan je hierover zeggen? Nee, het is natuurlijk heel leuk om deze prijs te winnen. En, ja, ik vind het jammer dat de heren niet nog in de buurt kwamen, maar ja. Dat zeker, dat is te zien, dat zeker. Nee. Finale kleding wat dat betreft, hè? Nee, ziet er goed uit. Ja. Dus, nee, maar het is natuurlijk leuk dat je ja, deze mooie taart in ieder geval mee naar huis kan nemen. Ja. Je gaat hem niet aan de hond voeren, hè? Nee, dat denk ik niet. Het is niet echt goed voor hem, denk ik. Nee. Nou, ik zou zeggen, heel smakelijk eten. Ook aan je vriendin, die ook ongetwijfeld zal mee mogen genieten. En dit was Op het Verkeerde Been van dit seizoen met de winnaar Dien Koloff. MVV TV werd mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Veerzien MVV, RTV Maastricht en Keno Media.